Bij mij staat Erik van Meer. Erik, ik vermoed dat hier voor mij een opgeluchte coach staat. Ja, absoluut. Ik denk zo'n wedstrijd die kan je misschien maar één keer in het seizoen winnen. Met heel moeilijkheid, zeker de eerste helft. Heel veel druk van cirkelen. Ook terecht de zeven punten die ze al gehaald hebben. Maar het is met goed voetbal. Dus ik moet zeggen, dat was een beetje pompen of verzuipen. Voor ons kan ik een heel makkelijke conclusie maken. Wij hebben vandaag kunnen rekenen op een fantastische Mike van Hamel. Dat is ook de reden waarom we hem gepakt hebben in het begin van het seizoen. Dat is ook de reden waarom hij de keeper is met de meeste clean sheets. En uh, ik ben ongelooflijk blij voor Dodo Elgebas. Die vorige week van sommigen de zwarte piet heeft gekregen. Om uh, in het publiek te springen na zijn uh, 2-1 tegen Antwerpen. Maar vandaag een fantastisch doelpunt maakt. Dat drie punten oplevert. En uh, nou, het, het moet niet altijd even mooi zijn elke week. Welke lessen trek je hieruit voor de, de komende weken? Um, dat het, Als het moeilijk gaat... Uh, lezen ook kan knokken. Dat hebben we dit jaar al een paar keer gezien. Maar uh, wij gaan. Uh... Vorige week heb ik de beelden getoond van. Uh... Oh, twee weken geleden van Roeselaren. En ik ga nu ook de beelden tonen van deze wedstrijd. Omdat, het is niet omdat je wint dat alles goed is. Het is ook niet omdat je verliest dat alles slecht is. Maar ik, uh... ja, we zitten in een, uh, in een kwetsbare periode: hè? heel weinig balbezit, al heel slechte passing. Daar moeten we absoluut werk van maken. Om, uh, fysiek zitten we echt heel goed, hè, dat, dat blijf ik zeggen. Maar uh, in de opbouw en in de passing en in, uh, ja, in het balbezit moeten we veel beter. Ja. Je zegt dat je de beelden gaat gebruiken. Vermoed je niet dat andere coaches deze beelden, deze match misschien ook gaan gebruiken om te zeggen kijk, dit Lierse is te pakken? Ja, maar uiteindelijk is het toch het 0-1. Ik denk, uh, het is niet de ploeg met het meeste balbezit die altijd wint. Hè. Het is de ploeg die het meest efficiënt is. En vandaag waren wij... Efficiënter dan Cirkel. Uh, zij hebben de kans gekregen om 1-0 te maken, en dat misschien wel terecht geweest. Maar uh, ja, als ze het niet doen, ik ben er helemaal niet kwaad voor. Klopt helemaal. Bedankt, Erik van Mer.